jala de wala de sambe da katibo ala mande brudu fadong agono tapu aso begi tak fo konja sa nof kan kasumani nof konretie mane fana na kedia ma kedia podi kabre goron tapo kuminintie fo konja da na lusu no mo webegi abara grasi kisi grasi apondo di bencha wikong na wan pondo bencha ko neutro we jala afikiti afrikansa We zijn samengekomen om het slavernijverleden van onze voorouders te gedenken. We hebben dan een kranslegging gehad en een paai, een offerande. En dit is om de Ketikoti Moon in te luiden? De bedoeling is om te komen tot bewustzijn, bewustwording. In de Ketikoti maand, die loopt van 1 juni tot 1 juli. De bedoeling is dat de slavernij herdacht wordt en dat dus de ketenen nu verbroken worden. Vandaar noemen we het Ketikoti Moon. En dat we de gehele maand gaan diverse zaken uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld een scholingsprogramma. We hebben dus een programma staan. 4 weken lang 1 lesuur history en 1 lesuur identiteitscrisisbeheer. Dus in ons concept is het dat we dan naar die scholen gaan en dat we dan die kinderen ook gaan meenemen naar bedrijven waarbij zij zich mee zouden kunnen identificeren. Mina kunta kente, miano tobi. Mina kunta kente, miano tobi. Maar we moeten ergens beginnen bij de jeugd. Te weten wie je bent, waar je vandaan komt. Hoe komt het dat je hier in Suriname, dat we hier in Suriname zijn terechtgekomen? Wet mij na musu laksimi, wet mij musu mek mi gwe, wet mij musu mek mi free. Mina kunta kente, miano tobi, mina kunta kente, miano tobi. Wat gaan jullie op Ketikoti zelf doen in jullie? Daar hebben we nog niet direct een programma voor, om u eerlijk te zeggen. Maar we kijken wat wij op 1 juli kunnen doen. Kijk, we willen prestaties zien. We willen geen... Dus die herdenkingen zijn mooi. Maar wat staat er tegenover? Wat zijn we rijker geworden? Dat soort dingen gaan we eerst uitzoeken. En kijken wat we met 1 juli gaan doen. Waarom is het offer en die... Die betaling op deze plek gedaan? Hier is eigenlijk die hele bevolking die we kennen ooit langs geweest. De inheemsen zijn hier gepasseerd. De slaafgemaakten, daar heb ik net over verteld, moesten soms ook in quarantaine. Maar ook de Hindustaanse Surinamers die uit India kwamen en de Javaanse Surinamers zijn hier langs gegaan en hebben op Fort New Amsterdam zeker ook een stukje geschiedenis. Dus als er een offer gebracht is, dan is het niet per se en alleen maar voor Afro-Surinamers. Maar ik denk dat we kunnen uitgaan van dat het voor allen die ons voor zijn gegaan, dat hebben gebracht. Dus Komowijnen, zoals mevrouw Caprino ook uitlegde, is de plek waar... De meeste plantages liggen en de meeste slaven die hebben hier hun onderkomen gehad. En het is een centraal punt, om het zo te zeggen, in de historie en in de onderdrukking. En met takatal toe zo'n lisi. Dat meki wabif bondru met one first. Ook al sopoen om aan jou na een vinger, wat ik bond. En daarom vanaf die de bechare wakker. Mika komt dat one nation. Een rechtvaardigheid moest komen. Alle de onrechtvaardig zijn bij psa. Op zijn we vier ouders, voor ouders toe. Dat maakt me beloofd. Maar goed, we gaan ervoor. Met dit gezegd te hebben, bedank ik nogmaals de organisatie.
Ja, 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 ja.